heenweg zag ik ze al staan. Maar ik reed net te snel om ze te helpen. Toen ben ik gekeerd. Als we samenleven in deze samenleving, laten we dan ook echt samenleven in deze samenleving. Hoe gaat het, broeder? Kan ik u met wat helpen? Maar de ANW komt, want ik zie jullie al een tijdje staan. Ja, dat klopt. Hebben jullie benzine nodig of iets? Nee, helemaal niet. Dat is het juist. Ik ben op technische storing. Moeten jullie wat te drinken hebben? Want jullie staan al een tijdje hier, hè? Zal ik even wat te drinken, alles, schat? Je hoeft je niet te schamen, hoor. Kun je wat te drinken hebben? Nou, ik mag wel even natuurlijk. Ik ga naar de tankstation, haal ik wat te drinken voor jullie. Want geld, geld, nee. Ik heb zelf geld, schat. Lieve mevrouw, een cola light hebben en die meneer wilde water hebben. Ga dat even fixen. Heenweg zag ik die mensen al staan, man. Die mensen staan zeker al anderhalf uur daar. Ik reed net te snel om ze te helpen. Ik vind het gewoon mensonterend dat deze lieve mensen zo lang hebben staan wachten en dat niemand ze is komen helpen. Nee, ik vind het echt niet kunnen. Alsjeblieft, pat. Vroeg me. Zegt u het eens nog een keer? Dat krijg je van ons, jongen. Een knuffel. Daar kom je. Ja? Altijd goed. Bedankt, hè. Altijd goed, zo. Hartstikke bedankt, hè. Geen dank. Dankjewel. Ik ben nog steeds met die lieve mensen hier. Nee, jullie lachen erom, maar ik vind het echt niet kunnen. Je kunt beter lachen erom als helemaal gaan huilen. Oké, daar heeft u me te pakken. Ik blijf hier met ze wachten, zodat ik die man van de ANWB aan zijn kracht kan grijpen, zie. Zo ga je niet met mij, oma en opa om. Nee, hij kan er misschien niks aan doen, ik weet het ook niet. Nee, hij kan er wel wat aan doen. Hij loopt gewoon te kloten, te picknicken. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar dit kunnen we niet sjouwen. Al 35 jaar is deze meneer lid van de... ANWB. En dan krijgt hij dit als dank voor dank. Ik heb meneer de politieagent geroepen. Je weet toch? Ik ga hem even aan de tand voeren, want ik ben niet blij met hem. Ik ben hier zo niet blij mee. Jullie zijn meer dan 300 keer langs gereden en niemand kon deze mensen helpen. Dat en ik ben de eerste. U bent de eerste? Ja. Omdat ik u heb geroepen. Ja. Maar heb je gebeld dan of zo? Ze staan hier al bijna 2 uur. Ja. Jongen, wacht. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, waar staan jullie? Ja. Ik heb het heel duidelijk proberen uit te leggen. Gozerweg, stad in. Ja, we hebben gewoon gezet de Gozerweg. Kruisweg. Jullie staan hier te Kruisweg. Wij komen hier te Kruisweg, we staan hier. Ja. Maar wat mij verbaast is dat uw collega's meer dan 10 keer zijn langs gereden en dat helemaal niemand gestopt is. Nee, maar wij doen zeg maar hier ook niks aan, want gevallen, mensen die hebben een ander mobieltje en die bellen zelf hun verzekeringsmaatschappij af de ANWB. Ja, dat klopt, dus, dus nou in dit geval ook, maar ja, waarom ze niet komen? Onbegrijpelijk, we hebben meer dan 35 heel lid. En ik zet hem langs de kant, ik zeg, wie ben je eigenlijk? Zegt zijn vriendin, dat is DJ Tiësto. Ik zeg, wie? Kom ik later thuis? Ik zeg tegen mijn kinderen. Kennen jullie DJ Tiësto? Ja, die handtekening. Ik zeg, weet ik niet wie dat was. Dat weet ik niet. Tiësto of niet, staat eruit, krijgt gewoon een boete. Maar je moet geen boete geven. Noem maar luisteren. Ik werk al 30 jaar. Ja, ja. Ja. Als je op elke slag zou moeten leggen, dan kan ik weten dat gewoon. Kijk, volgens mij mag die niet eens hier rijden. Je rijdt gewoon met een scooter. Is dat een scooter? Natuurlijk is dat de scooter. Daarom stop je. Ja. Hé mensen, paraïs. Je rijdt gewoon op de scooter op de autoweg, joh. Potja, 3 dubbeltjes. Maar ze, waarschijnlijk heeft ze het niet in de gaten dat het niet mag. Wauw. Nou, succes in ieder geval. Dankjewel, Thijs. Doe eens. Ik voel me gewoon een snitch, man. Zie wat we daar hebben. Onze gele parkiet. Deze twee lieve oude mensen, oud zijn ze niet, prachtige mensen, 2 uur lang hebben laten wachten terwijl die man neer al 33 jaar verzekerd is. Nu gaat hij het krijgen, hoor. Dagen. Kijk alsjeblieft uit. Nee. Geen oog in je rug. Ja, mag niet uit. Ik ben mijn levensverzekering is goed. Ja, maar ook op verkeer niet. Ja, maar dat mag niet uit. Luister, Tiger. Ik ben helemaal niet blij met jou. Zit je van het weer te genieten of ben je aan het werk? Gaan we zo beginnen? Ja, natuurlijk. Dan ga ik meteen weer. Dan ga weg, man. Dan laat je deze twee oude mensen... Ik ben aan het werk. Ja, aan het werk, ja. Maar je moet mij niet aanraken. Ja, want dan kun je het krijgen van mij. Ik ben heel gevaarlijk. Ja, fijn dat je gevaarlijk bent. Ja? Je lijkt op heel ergens van. Ja, wat moet je dan? Hij rijdt gewoon weg. Ik moet zorgen dat die auto van hun naar Almere wordt gebracht. Dat betaal ik daarvoor. Want die mensen kunnen niet 2,5 uur hier staan wachten.
op de ANWB, daar komt die meneer. Voer ik hem aan de tand, rijdt die klootzak gewoon weg. Die klootzak rijdt gewoon weg. 2,5 uur. Wacht even, en jij bent gewoon gestopt om hun te helpen? Ja, precies, ja. Daar staan we al twee. Ja. Luister. In Almere kost een hoop geld. Hij interesseert me niet. Breng hun de andere als je komt zo'n ding, hoor. Ik ben heel blij. Ik ben hier gewoon. Ik zal hier zitten. Oh, wat ga je me vragen, Almere? Laat ze gewoon uit. De planning even bellen, weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval hier even weg. Ja, oké, is goed. Oh, maar dan komt hij weer aan. Of niet? Roep je hem even. Ja, maar... Want hij is bang voor mij, man. Die man die loopt snuiven volgens mij, man. Pannenkoek. Maar wie was dat dan? Nee. Zo'n lelijke gozer, manje. Kijk of hij het is. Ja, hij is dat. Oma en opa zijn veilig naar huis gebracht. We hebben betaald. It's all good, G. Laten we echt samenleven in deze samenleving, broer. De manier hoe wij met elkaar omgaan is beestachtig. En laat dit toch voorbeeld zijn. Het maakt niet uit of het je biologische opa of oma is. Het kon jouw opa of oma ook zijn. One love. Young Carafito.